In de Surinaamse media Dagblad de West staat een stuk met de kop Santokki ontkent betrokkenheid vlucht Bouterse. In dit artikel, geschreven door de redactie, benadrukt president Santokki dat hij geen blaam treft voor het feit dat Desi Bouterse, veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, zich onvindbaar heeft weten te maken en zijn straf niet uitzit. President Santokki verklaarde in het radioprogramma Wel Ingelichte Kringen dat de trias politica altijd is gerespecteerd en dat de betrokken instanties, inclusief de rechterlijke macht en het Surinaamse Openbaar Ministerie, hun werk correct hebben uitgevoerd. Hij noemde andere verhalen die de ronde doen fabels. Santokki benadrukte dat alle middelen zijn ingezet om Bouterse te arresteren. Hij verwees naar de oproep van de procureur-generaal aan de internationale gemeenschap voor medewerking bij de opsporing van Bauterse en riep iedereen op om relevante informatie aan de procureur-generaal door te geven en geen goedkope politieke spelletjes te spelen. De president beklemtoonde dat er alles aan wordt gedaan om de ex-president aan te houden, maar erkende ook dat men had moeten voorkomen dat Bauterse kon vluchten. Santokki gaf aan dat men niet had verwacht dat Bauterse zou vluchten, aangezien hij bij eerdere vonnissen in het land was gebleven. Hij riep op om geen struisvogelpolitiek te bedrijven en benadrukte dat iedereen verantwoordelijkheid draagt. Volgens Santokki komt de opsporing door de procureur-generaal in beeld wanneer het Openbaar Ministerie er niet in slaagt iemand te vinden. In dat geval wordt een beroep gedaan op zowel de internationale als lokale gemeenschap. Hij hoopt op steun vanuit de samenleving om Boutersen op te sporen. President Santokki heeft afgelopen zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen gezegd dat hem geen blaam treft over het feit dat Desi Bouterse, die veroordeeld is tot 20 jaar gevangenisstraf, zich onvindbaar heeft weten te maken en dus zijn straf niet kan uitzitten. De president voerde aan dat de trias politica-gedachte steeds is gehanteerd en de nodige instanties, waaronder de rechterlijke macht en het Surinaamse Openbaar Ministerie, hun werk correct hebben gedaan. Andere verhalen die de ronde doen, verwijst de president naar het Rijk der Fabelen. Volgens Santokki zijn alle middelen ingezet om Boutersen achter slot en grendel te krijgen. De procureur-generaal heeft de internationale gemeenschap opgeroepen en ik roep vanuit deze plaats in ieder op mee te werken aan zijn opsporing en alle informatie die nodig is door te geven aan de procureur-generaal en geen goedkope politiek hiermee te bedrijven. De president benadrukt dat er alles aan wordt gedaan de ex-president aan te houden, doch erkent dat men had moeten voorkomen dat Boutussen heeft kunnen vluchten. Echter zegt de president dat nimmer was verwacht dat Boutussen zou vluchten. Er zijn zoveel momenten van vonnis geweest en hij is niet gevlucht. Hij is in het land gebleven. Laat men geen struisvogel spelen in dit land: iedereen heeft verantwoordelijkheid. De opsporing van de procureur-generaal komt altijd wanneer het Openbaar Ministerie met zijn werkarmen iemand niet kan vinden. Dan wordt er een beroep gedaan op de internationale en lokale samenleving, zegt Santokki. Hij hoopt verder op steun vanwege de samenleving. Aldus de vader des Surinamers, Paramaribo.